Nou, hier op het lege bouwterrein gaan 280 appartementen komen van de Leihoef. Een zorgresort waar de nadruk vooral ligt op het plezier van leven. 1000 vierkante meter horeca, een hele fijne omgeving waar we een aantal faciliteiten bieden. En een van die faciliteiten is de garantie dat je 24 uur zorg kunt hebben op het moment dat je dat nodig hebt. De mensen die hier gaan wonen zijn mensen die 55 jaar of ouder zijn, over het algemeen nog geen zorgbehoefte hebben, maar wel nadenken. Ze lezen de krant, ze kijken naar het journaal. Ze denken er gaat wat veranderen in Nederland. Wij willen niet afhankelijk zijn van de zorg zoals die over het algemeen georganiseerd is. Wij willen meer de regie in eigen hand houden. En dat zijn de mensen die zich hier inschrijven. Dit is een voorbeeld van een van onze proefwoningen. Wat we hebben getracht is de ideale mantelzorgomgeving te creëren. Oftewel een omgeving te creëren waar je tot de laatste dag met jouw partner kan blijven wonen. En op het moment dat jouw zorgbehoefte toeneemt, kunnen wij in een handomdraai kunnen wij de appartementen aanpassen. Ik had er een hele andere voorstelling van. Ik had ook zoiets van een beetje bejaardenwoning, wat het absoluut niet is. Het is echt in alles heel, heel luxe, heel mooi, heel, heel echt tijds. In dit appartement hebben wij dus de zorginfrastructuur volledig zichtbaar gemaakt. In alle appartementen is ook zo'n railsysteem geïmplementeerd, maar volledig onzichtbaar. In dit appartement hebben we dus de strippen weggehaald en daar fysiek een tilcassette ingehangen, zodat men zorg op maat geleverd kan krijgen. En in het meest gunstige geval gewoon door je eigen partner verzorgd kan worden. Heel veel verschillende type mensen hebben wij uitgenodigd om hier te komen slapen en ons te helpen om het project te verbeteren. En wij denken nu na 7 jaar ontwikkeling dat wij iets hebben waar de markt op zit te wachten. Wij hadden nooit verwacht, natuurlijk wel gehoopt, dat de verhuur zo goed zou lopen. Maar we zijn in 4 maanden tijd hebben we al 60% van de appartementen verhuurd. Het concept spreekt ons in zover aan. We voelen ons nog niet bejaard. Maar we weten wel, als een van ons twee iets overkomt, dat we elkaar goed achter kunnen laten. En ook gewoon goed verzorgd zijn. Zonder dat je buitenshuis moet verzorgd worden.